Dankjewel. Ik wil zeggen, veel plezier. Dankjewel. De naam Mapamondo is veranderd in Villa Expert Care omdat wij in 2016 overgenomen zijn door het bedrijf Expert Care. Wij hebben er zelf ook aan moeten wennen. Ik werk al 12 jaar hier en 12 jaar lang heb ik Mapamondo gezegd. En nu moet ik Villa Expert Care zeggen, maar het begint er aardig in te komen. Zeker, we hebben 4 verschillende huizen in het land staan. Eentje in Rijswijk, in Vleuten, Waalre en hier. Alles had een verschillende merknaam en dat is eigenlijk heel onhandig. En er is een soort van onderzoek gedaan naar wat is nou een sterke merknaam. En daar is uitgekomen dat Expert Care een sterke naam is. Dat geeft aan dat je een expert bent in het zorgen voor mensen. En nou, vandaar dat er is gekozen om de naam te veranderen naar Villa Expert Care. Open dag vandaag, hoe loopt dat? Dat loopt eigenlijk heel goed. Het loopt lekker door. Er zijn steeds mensen die binnenkomen wandelen en die het erg interessant vinden om even te kijken wat wij nou voor werk doen. Bijvoorbeeld uitzuigen. Een kindje die heeft altijd de maat van het kindje zelf. Er zijn veel mensen die even langskomen omdat ze op zoek zijn naar een stageplek bijvoorbeeld. Die graag even willen kijken van nou, wat is dat nou en is dat misschien wel een geschikte plek voor mij als stagiaire. Maar ook wel veel mensen die binding hebben met bijvoorbeeld een kind wat hier komt logeren of wat hier woont. Die toch eens even willen kijken van goh, wat is dat nou voor een plekje waar dat kindje heen gaat. Maar ook mensen uit het dorp die gewoon het interessant vinden om eens even te kijken. Even achter de muren kijken. Hè? Even een kijkje in de keuken. Ja. Wat voor soort vrijwilligers zou je nog willen hebben? Oh, wij kunnen altijd vrijwilligers gebruiken. Voor ritjes, voor mensen die de tuin komen doen. Iemand die voor ons komt koken. Ook zorgvrijwilligers die gewoon wat leuks met de kinderen doen. Bijvoorbeeld een boekje lezen, een spelletje spelen, even lekker naar buiten. Eigenlijk kunnen we vrijwilligers voor alles gebruiken.